kijk je ogen uit, de allermooiste dierenfoto's. En dan, ja, er is niks te veel mee gezegd, want het zijn echt prachtige dierenfoto's. En ook heel erg veel. En Jan-Paul Schutter heeft daar overal tekstjes bij gezet. Vaak grappig, informatief. Kijk, dit is dan bijvoorbeeld een prachtige foto van zebra's, waarbij Jan-Paul Schutter dan schrijft: het mysterie van de streepjescode. En dan legt hij uit dat het eigenlijk niemand weet waarom zebra's strepen hebben. Dit vind ik zelf een hele mooie foto's. Misschien wel een van de mooiste foto's uit het boek. Kleine chimpanseetjes die allemaal uit de fles drinken. Kleine weesjes. En er staat dan bij: de kraantjes krijgen de fles, want hun moeder is gedood of verjaagd doordat de bossen werden omgezaagd vanwege het hout. Nou, Jan-Paul Schutter weet heel veel over de natuur en schrijft daar op een leuke, informatieve manier over. Maar het zijn toch echt de foto's die het doen in dit boek. Er zijn er enorm veel. En als je van dieren en van de natuur houdt, dan is dit eigenlijk gewoon een boek dat je moet hebben. Kijk hier, foto van een wandelende tak. Hoe mooi wil je het hebben? Nou, tot slot nog één fotootje dan. Ik kan bijna niet kiezen. Maar dit zijn bijvoorbeeld de makies, een dier waar je ook niet zo heel vaak over hoort. Het staat allemaal in het boek Kijk je ogen uit van Jan-Paul Schutter.